Wat bezielt Helena om helemaal alleen, hoog in de Andes, met gevaar voor eigen leven, al 15 jaar haar droom na te jagen? De oprichter van het magazine Happiness houdt haar al in de gaten sinds het begin van haar bijzondere missie in Peru. 12 jaar geleden had iemand mij getipt. Deze vrouw die verlaat alles hier, huis en haard, om min of meer spontaan voor de straatkinderen in Peru te gaan zorgen. Het was een soort roep en ze zou vertrekken, alles achterlaten. En dat was in die tijd nog niet zo gewoon om zoiets te doen. Wij kwamen daar aan. Een leeg terrein, een paar oude rothuisjes erop. Maar ik had al meteen het gevoel, zij gaat hier ook nooit meer weg. Dit is echt haar bestemming. Dat was toen al duidelijk. En als je dan nu daar naartoe gaat, dan zie je een tandarts, een huisarts, een lagere school, een middelbare school, beroepsopleidingen, een hotel. Het is gewoon een heel dorpje. Wat één vrouw voor elkaar kan krijgen, dat vind ik mooi. Al 15 jaar woont Helena diep in de Andes in Peru. Ze runt hier onder andere een school voor de allerarmsten. Hoe houdt ze zich staande in dit onderbergzame en ruige deel van de wereld? En wat heeft het leven haar gebracht en afgenomen? Ik reis af naar Urubamba, een klein dorpje midden in de Peruaanse Andes. Hallo. Parfín. Mis preciosos. Por fin han llegado. Yo voy a decir algo en holandés ahora. ¿Está bien? Sí. Wij willen jullie vanuit ons hart natuurlijk ontzettend welkom heten. En wij willen dat jullie je meteen hier thuis voelen. Dus vandaar dat onze kinderen een verrassing hebben. Want zij weten dat jullie een stem gaan zijn voor hen in Nederland. Aha. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much. 15 jaar geleden koopt Helena 3 hectare grond. Samen met 75 werkloze mannen bouwt ze steen voor steen een indrukwekkend dorp. Elke dag komen hier kinderen voor een opleiding en een warme maaltijd. Ook de lokale bevolking kan er terecht voor medische hulp. Naast de honderden kinderen die hier komen, heeft Helena ook een aantal kinderen in huis genomen als pleegkind. Wat is nou het allerbelangrijkste wat je met ze hebt willen bereiken? Dat het gelukkige mensen worden, dat ze een toekomst hebben. En dat ze weten dat ze heel erg de moeite waard zijn. Helena's missie is zeker ook geslaagd. Zo heeft haar stichting een medisch team wat gezinnen in de dorpen en de afgelegen bergen bezoekt. Hit up the bar. Hearts will melt like ice as lights keep falling. Om de schrijnende levensomstandigheden van de gezinnen te verbeteren, geeft ze voorlichting over hygiëne, voeding, maar ook over alcoholisme en zelfs seksueel misbruik. Dit is een van de mensen die jullie helpen. Ja, en zo hebben we vele families in ons programma van al onze kinderen. Want als je kinderen een betere toekomst wil geven en goed onderwijs geeft, dan moet je de ouders ook meenemen, want anders gebeurt er niets. Out in this war of need. Nog wel net stromend water? Ja, dat hebben wij aangelegd. Want wij zijn bezig met hygiënische hoeken te maken. We hebben ook gezorgd dat er nu 2 bedden zijn. Mm-hmm. Dat vader en moeder hun bed hebben. En daar, moeder slaapt eigenlijk met de meisjes en vader met de jongens. Omdat een beetje voor de veiligheid? Totaal voor de veiligheid, want armoede en alcoholisme gaan hand in hand. En dat is niet een glaasje wijn of een glaasje bier. Dat is industriële alcohol en dat is zo erg. Als ik terugkijk op mijn leven en heb ik geleerd dat het heel belangrijk is om naar je hart te luisteren. Om uit je hart te leven en echt de roep, niet die je ego je geeft, maar die je hart je geeft, te volgen. En dat gaat soms tegen de stroom in, maar dat is niet erg. Want als je hart je ziel je iets zegt, is er altijd een goede reden. Schoonheid is mijn credo. Schoonheid is liefde. Schoonheid is echt diep gaan voor iets. Schoonheid is van het kleine levensvonkje weer een levensvlam maken. Schoonheid is in alles en iedereen dat zoeken wat de glans geeft, wat de liefde geeft en wat dan de schoonheid geeft.